Een hele goede dag en welkom bij de cursus De Vierkante Cirkel deel 1 door Cesar Zuiderwijk en mijzelf. Ik ga alle opdrachten aan je voorspelen. We spelen eigenlijk één patroon door deze hele cursus heen. Tegen de klok in, starten met de base. Base, rechts, links, linkervoet. Ja, en in oefening 1 doen we het eerst in achtste en de tweede maat in zestiende. Dan krijg je dit. Drie, fine. Ja, hartstikke lekker al. Ja, iets om apart al en los al te oefenen. En bij 2 gaan we dat in weer 8 en 16e doen, maar dan eerst 8e, 16e. 1, 2, 3, 4. Bij 3 doen we het in de 5 of 8e. Het ritme gaat als volgt. 1, 2, 3. En bij 4, 16e en daarna een 16e trio. Eentje nette olkebol. Bij 5. Olkebolleke tweene. Zes. Olkebolleke tweene, maar nou met floort omhoog het omsnaar. Wacht even. Ja, heel mooi is dat die high voet steeds op de nut komt van elke tel. Bij 7 spelen we de shuffle, 1 maat het ritme en daarna de veel in hetzelfde patroon in de 8e. Echt zo'n veel waarbij de hele band naar je kijkt van waar gaat dit naartoe? Alleen jij weet dat, hartstikke spannend en je zorgt dat die goed uitkomt. Bij 8 spelen we het better watch out ritme. Better watch out. En dan 4 te netten. Dus better watch out, vier te netten. Maar dit keer starten we niet met de bassdrum, maar met de rechterhand. De linkerhand wordt geen snare op het vel, maar een rimklik. Dus dan krijgen we. Better watch out, feet and nutter. Hartstikke tof. Bij 9, hetzelfde ritmische patroon. Alleen nu beginnen we wel weer met de bassdrum. En gaat rechts naar de floortom en links gewoon op het vel snare.
patroon, maar dan gaan we alle ledematen behalve de linkervoet gaan we dubbelen. Ja, dat is meer een technische oefening. Als je hem snel kan en loopt lekker, kun je hem zeker ook als veel inzetten. Maar in het begin is gewoon eventjes een beetje proberen. En bij 11 doen we hetzelfde, alleen maken we alle nootjes strak aan elkaar. Beginnen we met de hi-hat voet en wordt het een septel. 7 nootjes per tel. Hoe kan je dat tellen? Ja, in Konakol, Indiaanse ritmetaal, zeggen ze takadimitakata, takadimitakata. En in dit geval begint het eigenlijk met een 3 en dan een 4. Dus krijg je takata, takadimitakata, 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 takadimitakata. Ja, lekker toch? Nou, dat is een zijweggetje, zeg maar. 12, de laatste oefening, de hi-hat voet. Komt de hele tijd door de hele oefening heen op de nu van elke tel. Eerst in het ritme en daarna in onze veel. Komt-ie aan. Tegen de klok indraaien en op elke ledemaat een keer proberen te beginnen. Het geeft je een hele nieuwe wereld van leuke films. Dus zet hem op, maak er wat moois van. We gaan hier nog verder op door. Dus ik hoop je in de volgende cursus weer te zien. Succes en veel plezier! Joehoe!